Oké, dit was de eerste les van relaties. Nou, je moet een aantal dingen weten. Ik heb deze les trouwens ook opgebouwd aan de hand van de toetsvragen. Dus als je vragen krijgt in deze toets, is de kans vrij groot dat ze worden gesteld in de vorm van zoals het ook hier staat. Nou, wat betekent het dat de mens een sociaal wezen is? Dat betekent eigenlijk dat mensen gewoon contact hebben met andere mensen. Overal waar je bent, heb je contact met andere mensen. Behalve als je natuurlijk alleen op je kamer bent. Maar doorgaans is de mens een sociaal wezen. Nou, wat is een relatie überhaupt? Dus elke situatie waarin er contact is met een andere persoon. Als je bijvoorbeeld met de taxi naar de stad gaat, heb je voor even een contact, een relatie met de taxichauffeur. Je hebt ook even een relatie met de winkelbediende waar je iets koopt. En dus zo heb je in elke situatie waarin je bent contact met andere mensen en dus een relatie. Dus, puntje 3, je hebt oneindig veel soorten relaties. Nou, toch heb je eigenlijk een soort van twee soorten relaties, althans dat is voor nu belangrijk. Een zakelijke relatie en een persoonlijke relatie. Nou, zakelijke relaties zijn het contact wat je hebt met bepaalde belangen en verplichtingen. Nou, lastig, maar waar gaat het om? Dit is bijvoorbeeld de relatie die je hebt met de taxichauffeur. Als je met een taxichauffeur een relatie hebt op dat moment, dan gaat hij je brengen van A naar B en dan verwacht hij dat jij hem geld geeft voor dat vervoer. Een zakelijke relatie is dat. Maar het ook een persoonlijke relatie, daarin spelen gevoelens een grotere rol. Daarvan is een voorbeeld bijvoorbeeld het contact tussen twee vrienden. Veranderen relaties en vriendschappen ook? Ja. Met de komst van internet heb je ook veel meer relaties die online gelegd kunnen worden gekregen. En dus daarin zijn de relaties ook iets wat veranderd.